Hoe ga je nu van onzin naar slagzin? In deze zesdelige serie leer ik jou om zinnen te maken die buitengewoon binnenkomen. In deze eerste video gaan we kijken naar rijmwoorden. Winnen doe je bij de puntje-puntje loterij. Waarschijnlijk ken je die zin, maar ken je die zin omdat deze rijmt en helemaal klopt met deze organisatie? Of ken je deze zin omdat die zo vaak voorbij is gekomen? Persoonlijk vind ik het niet zo'n sterke zin. Want kunnen niet alle andere loterijen ook zeggen, winnen doe je bij mij? Ik heb een keer voor een organisatie een slogan gemaakt en dat was: when you look for likes, you are a lookalike. Rijmt niet, allitereert wel. En doet je nadenken. Wat zegt die persoon? Als je brein kort moet nadenken, helpt het vaak om de boodschap beter te integreren. Dus vermijd onnodig gerijm. Want anders eindig je wellicht met een slecht Sinterklaasgedicht. Dat rijmde wel.